Vandaag wel een hendig hippe aflevering van Culturij, met erin het tv-debuut van een Heerlense die lang anoniem is geweest. En iemand met 23 NK-medailles op zak. Dit is Culturij. We hebben het de vorige week al een keertje over gehad. De nieuwe blog Ik ben een Heerle, wat nu? En vandaag te gast aan tafel de schrijfster van de blog, Rian Mone. Rian, welkom. Maar we gaan eerst over naar onze andere gast aan tafel, Simon Acampo. En Simon is een hele bekende in de wereld van het jong leren. Maar voordat we naar Simon gaan, gaan we even kijken wat hij voor werk doet. The sky, there is a village. The people there are blue, I believe it's true. Up in the sky, people are happy, they love to sing, and there is no need for a king. Up in the sky, nothing is insane, like a rocket driven plane, you can fly above the rain. Up in the sky, you just feel fine, there is no running out of time, and you never cross the line. Simon, oud-Nederlands kampioen jong leren met 5 Nederlandse records jong leren op je naam. En volgens mij al 23 NK-medailles op zak. Ja, klopt. Geen kleine jongen. Nee, ja. Hoe ben je in godsnaam gaan jong leren? Ja, het begon eigenlijk al in groep 2, dat ik bij de gymles met 2 pittenzakjes aan het jong leren was. En die fascinatie is er wel altijd geweest, maar eigenlijk pas in groep 8, toen begon het echt te bloeien. En jong leerde ik veel meer en leerde ik meer trucs. En in de brugklas ben ik bij jong leercollectief Limburg gegaan. Dat is een jong leergroep hier in Heerlen. Oké, dus je hoeft niet per se naar een circus als je wil gaan leren jong leren. Nee, ja, wij hebben echt een jong leer- en eenwielerclub dan ook. Maar de focus ligt wel op het jong leren inderdaad. Ja, ja, leuk. En je zegt je bent begonnen groep 2 van de basisschool, ja. Groep 8 weer opnieuw opgepakt. Ja. Hoe reageert jouw omgeving daarop? Ja, die vonden het eigenlijk altijd wel grappig en leuk. En misschien ook een beetje raar natuurlijk, maar dat is ook wel te verwachten. Maar ik kon er altijd wel leuke connecties, ook op school, dat je inderdaad iets laat zien. Of dus in de musical toen in groep 8 had ik volgens mij ook gejongleerd en... Ja, wordt natuurlijk wel gewaardeerd dan. Ja, leuk. En jong leren is echt een sport? Ja, net zoals voetbal, ja, voor mij wel. Ja, het is hoe je het aanpakt. Je kan het heel artistiek aanpakken, met echt voor het optreden en de artiesten. En combinatie met moderne dans is heel erg cultuur. Of je kan de uitdaging zoeken zoals ik heb gedaan, het echte technische. Dus zo moeilijk mogelijke trucs en zoveel mogelijk ballen. En dat was wat mij heel erg aansprak. Oké. Dus echt de uitdaging zoeken om zo goed mogelijk te worden. Met zoveel mogelijk attributen. Ja, je eigen grenzen verleggen. Ja. Is dat nou een mannensport of is het ook een vrouwensport? Het is... Sorry, Rian. Ja, het is helaas wel voornamelijk een mannensport. Vooral dus inderdaad de technische. Dus dat is wel echt een mannending. Maar er zijn ook... Terwijl vroeger, als ik me dat voorstel, vroeger met ballen tegen de muur, waren het alleen maar meisjes die dat deden. Ja, klopt. Ja, dat is ook leuk. Als ik workshops geef, dan komt dat weer terug. Dus dan... Die generatie, zeg maar, die heeft het er dan over. Dat ze ook tot wel 5 ballen, wat ik echt heel erg knap vind, dat ze dat tegen de muur aan gooien. Dus kaatsenballen inderdaad, ja. Maar ook in de tak met dans, is dat ook voornamelijk mannen? Als je zegt... Nou, ja, daar is wel wat meer gemengd gelukkig. Dus eigenlijk vooral in de professionele wereld, daar zijn wel meer vrouwen. Maar op een jong leerfestival is wel 70% man, zou ik zeggen. Ja. Okay. En je hebt 5 records op je naam staan. En waar moet ik dan aan denken? Het is verschillend. 1 record, het hoogste record is met 11 ballen. En dan gaat het om dus zoveel mogelijk ballen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een record met 6 ballen. En dan gaat het erom dat je 6 ballen zo lang mogelijk in de lucht houdt. En dat was iets van 2,5 minuut ongeveer. En dan is dat dan ononderbroken hetzelfde patroon gooien. Maar jouw specialiteit is dus ballen. Ja. Dat maakt me wel heel erg nieuwsgierig. Okay. En ik heb ze al zien liggen. Ja, klopt. Kun je wat laten zien? Tuurlijk. Ja? Even pakken. Ja, ik kan mijn best doen. Moeten wij weg? Of, ik hoop dat ze niet te tafel vallen. Nou, dit is dus 5 ballen. Zo. En dan kan je ook trucjes doen. Ik moet een beetje oppassen met het plafond. Maar...
Ja, leuk. Mooi man. Klein applausje. Oh, ja, een klein applausje. En met kegels, ja, dat werkt niet natuurlijk. Dat is, daar heb je echt ruimte voor nodig, hè? Ja, ja zeker. Ja. Ja. Heb je enig idee hoeveel mensen nou jong leren in bijvoorbeeld Heerlen of Parkstad? Ja, het is, in Heerlen is vooral onze eigen club, die ook in Maastricht een oefenavond heeft. Ik denk dat onze club op het moment 50 leden, maar die dan ligt er een beetje aan hoe actief ze zijn. Want zelf ben ik op het moment wat minder actief. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die elke week of zelfs allebei de oefenavonden aanwezig zijn. Dus het is een klein groepje, maar wel een hecht groepje. En, Je organiseert ook het Jong Leer Weekend in Hoensbroek. Ja. Wij waren daarbij. We gaan eens even kijken. Okay. Het Jong Leer Weekend in Hoensbroek. We zijn in de sporthal in de Biezen in Hoensbroek op het Winterjongleerweekend. Een weekend lang vol met workshops en show voor jongleren, eenwieleren, luchtacrobatiek en allerlei circustechnieken eigenlijk. Voor absolute beginners tot vergevorderden. Er komen mensen uit heel Nederland, België, Duitsland en een enkeling van veel verder weg. Fanatieke jongleurs. Maar er zijn ook mensen uit de regio die nog nooit drie balletjes in hun handen gehad hebben, die de beginselen geleerd krijgen. Mensen die het hele weekend komen, blijven hier natuurlijk overnacht. Daar hebben we ook maaltijden voor geregeld. We gaan even een uurtje naar de buren, zwemparadijs Otterveurt, lekker zwemmen. En dan zaterdagavond is er een show met 10 artiesten uit heel Europa. Ik kom zelf uit Eindhoven en ik ben gekomen omdat dit natuurlijk een jongleerweekend is. En ik ben zelf al jaren actief met jongleren en eenwielrijden. En het is natuurlijk een leuke plek om daar lekker te beoefenen. Ik kom uit Veghel, Noord-Brabant. En ja, dit is mijn hobby, dit vind ik wel leuk. Dus daarom ben ik hier gekomen, op de eenwieleren. Oorspronkelijk kom ik hier uit Heerlen. Ik heb heel lang in Simpelveld gewoond, ik woon nu in Groningen. En ik kom omdat ik gewoon heel leuk vind om festivals te bezoeken. Ik doe dit al jaren en ik leuk om de mensen weer te ontmoeten en zelf natuurlijk goed te oefenen met jou leren en zo. We komen uit Tiel en we komen eigenlijk al jaren hier. Zo lang dat ik eigenlijk al de tel kwijtgeraakt ben. Vroeger vonden we het zelf leuk en nu vinden de kinderen het vooral leuk. Dus, Leuke vind ik dat je met een hele grote groep jongleurs bent die eigenlijk heel gezellig met elkaar omgaan. Het is eigenlijk niet allemaal kleine groepjes, maar echt één groot geheel. En je kan ook heel veel van elkaar leren. En ja, dat maakt het gewoon heel erg gezellig en leuk. Het is een initiatief van Stichting Jongleercollectief Limburg. Eenwieler en jongleerclub uit Heerlen en Maastricht. We zijn al 15 jaar bezig. In het begin, de eerste 4 jaar, was het een dag. En daarna is het een heel weekend geworden. Ja, kom lekker meedoen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Als je niks kunt, je hoeft je niet te schamen. We zijn allemaal ooit begonnen terwijl we niks konden. Dus we leren je de beginselen. En dan kun je door veel te oefenen steeds beter worden. We oefenen op vrijdagavond in Heerlen in de gymzaal van de, moet ik heel hard nadenken, Gebroeders Hennestraat. Dat is achter het GGD-gebouw in de wijk Eikenerveld. Wat een bijzonder leuk weekend, het Winterjongleer Weekend in Hoensbroek. En we hebben kunnen zien, jong en oud, alles gaat samen. En iedereen kan het leren, maar het vergt alleen behoorlijk veel doorzettingsvermogen en discipline. Ja. Ja. Dankjewel dat je er was. Heel leuke bijdrage. Blijf vooral zitten. We gaan dadelijk over naar Rian, voor jouw onderdeel. Maar voordat we dat doen, gaan we even naar een nieuw item, namelijk Sjoenk danst met Harry. En als ik zeg Harry, z'n vriends,
dan hoeft dat verder geen uitleg. Harry Sevriens, bekend als ooit de eerste stadsdichter trouwens van Heerlen. Als dichter, tekstschrijver, zanger, liedjesmaker. En als je zijn woorden combineert met muziek, dan komt er een hele bijzondere voorstelling uit. Sjoenk danst met Harry. Ja, dat is 2 jaar geleden ontstaan. Toen sprak Harry mij aan in de stad. Ik liep van de parkeergarage naar Sjoenk. En hij had een tekst geschreven, een gedicht geschreven, danslied, wat ook nu in de voorstelling is. En dat las hij voor en dat raakte mij meteen. En toen had ik zoiets van, hey, zou dat wat zijn om dichtkunst en dans samen te brengen. En toen hebben Harry en ik ons vaker ontmoet en afgesproken. En zijn we er ook over gaan filosoferen. Over het ontstaan van zijn teksten en het ontstaan van dansen. Toen kwamen we dus op diezelfde raakvlakken. Nee, het was een uitdaging en een complete verrassing. Waar we uiteindelijk tot zouden komen. En dit is prima zo. Prima. Heel leuk. Beetje licht, beetje zwaar, beetje... Ik heb al dansen in beeld gehad en het gevoel van dansen. En daar zijn die teksten door ontstaan. Ik herhaal die tekst van Harry en dan... ga ik er niet over nadenken, ga ik spontaan wat in me opkomt, echt vanuit mijn gevoel, komt beweging. Dan komt natuurlijk het moment dat je dat ook aan je leerlingen moet vertellen. Hoe reageerden zij dan? Die vonden het heel spannend. Die vonden het heel spannend en die hadden Harry ook wel eens gezien. En eerst hadden ze zoiets van, Harry? Maar die is vaker gewoon gekomen in de les en ook meegedaan met zijn dichtkunst, het opgeteld. En ja, dan kreeg je ze ook, was het ook ineens minder eng en hadden ze ook zo van, oh ja, klopt wel. Ja, de positiviteit heb ik eigenlijk alleen maar gehoord, dat de mooie afwisseling en dat het juist heel mooi is. Ja. En dan nu over naar onze tweede gast, en ik heb al kort geïntroduceerd, Rian Mone. Rian is de schrijfster van de blog Ik ben een Heerle, wat nu? Rian, wat is een blog eigenlijk? Gewoonlijk is een blog echt een pagina waarop mensen columns plaatsen of eigen teksten of allemaal dingen van zichzelf verzamelen. En bij Ik ben een Heerle, wat nu? Komt het er eigenlijk op neer dat het een website is gelinkt aan een Facebookpagina, waarin we alle content over dingen die we leuk vinden neerleggen verzamelen. Gewoon een heel interactieve website eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, leuk. Nu voor de eerste keer Ouden die Open op televisie. Ja. Je bent de hele tijd anoniem gebleven. Waarom nu Ouden die Open? Nou ja, het is niet echt een bewuste keuze geweest om er echt mee naar buiten te stappen. Maar ik vond het in het begin wel belangrijk om het een beetje anoniem te houden, omdat ik graag wilde dat het een beetje was van iedereen. Dat eigenlijk iedereen het gevoel had van, die het gevoel had van, ik ben een hele en ik weet niet echt wat ik moet. Dat hij daar terug op zou kunnen vinden welke leuke plekken er zijn. En eigenlijk is dat een beetje gaan uitrollen in interviews en in leuke evenementen. En kwam dat steeds meer een beetje naar buiten. En toen dacht ik, nou, daar kan ik er ook maar beter goed gebruik van maken voor het blog. Ja, oké. Okay. En hoe merkte je dat het aansloeg? Ja, ik denk niet dat er echt één moment is geweest waarvan ik dacht, nou gaat het lekker. Maar ik merkte wel steeds meer dat mensen het kenden en dat mensen het leuk vonden. En zelf ook de taal die gebruikt wordt, dat is eigenlijk wel ook een beetje de Heerlense straattaal. Het hendig en ramleuk en dat soort dingen. En dat eigenlijk ook alweer positief terugkwam
In plaats van dat mensen dat heel erg probeerden weg te stoppen. En dat, ja, dat vond ik wel erg leuk om dat te merken. Ja, en was het ook echt nodig, zo'n website over Heerlen? Ja, ik ben bijna een jaar geleden begonnen. April vorig jaar ben ik begonnen. En ja, ik vond toen wel de vraag of het idee dat er in Heerlen niets te doen is heel vervelend. Daar heb ik me echt aan geërgerd. En toen dacht ik, nou, er is wel heel veel te doen in Heerlen. Alleen je ziet het niet altijd. En misschien moeten we een plek creëren waarop je dat zichtbaar kunt maken. En nu ondertussen zijn er heel veel initiatieven en dat is ook alleen maar goed, dus het wordt steeds zichtbaarder. Maar er zijn heel veel mensen mee bezig om van Heerlen wel iets tofs te maken. Zeg een Jeroen Arons of een Marcel van der Heijden die echt toffe dingen neerzetten. En het zou leuk zijn als iedereen dat een beetje meekreeg in plaats van meteen te roepen dat er niets in Heerlen te doen is. Dus dat was een beetje de strekking om het wat zichtbaarder te maken wat er allemaal te doen is. Leuk. En hoe kom je aan je informatie? Nou ja, ik woon zelf in het centrum, dus ik krijg wel veel mee van gewoon zelf heel veel op stap zijn. Sorry papa en mam. Maar daarnaast, we hebben via Facebook krijgen we natuurlijk wat binnen. En ja, met dat het groeide merk ik ook steeds meer dat mensen zelf dingen insturen die zij zelf organiseren, zoals jij dingen organiseert. En die iets zelf heel erg leuk vinden en dat dan aan ze toesturen van, hey, zou je dat niet ook een keer kunnen gebruiken? En dat is super leuk, want daardoor wordt het eigenlijk een soort collectief iets. Ja. En dat is het allerleukste. Je maakt voor ons een nieuwe rubriek. Ja. Hendig hip in Heerlen. Ja. Dat is ook weer hendig, is ook weer zo'n term. Ja, precies. Ja. Ja. Vertel eens, wat kunnen we zien? We gaan maandelijks eigenlijk kijken naar de actualiteit een beetje in Heerlen. Maar ook naar juist die toffe plekken die we ook noemen op de site. En eigenlijk alles wat een beetje buiten de standaard dingen in Heerlen valt. Om daarna te kijken waar aandacht aan besteed mag worden. Dus dat gaan we doen. We staan voor de première. Wil je hem zelf aankondigen? Ja, nou ja, dat is goed. Nou, dit is hem, de allereerste keer van Hendig Hip in Heerlen. Welkom bij de allereerste editie van Hendig Hip in Heerlen. Ik ben Rian en ik ga je iedere maand meenemen naar de tofste plekjes in de stad en de leukste mensen in de stad en alles wat er gebeurt in Parkstad. Afgelopen week zagen we een beetje een gek bericht in de krant over een worstenhemel. En we gaan vandaag ontdekken wat dat is. Nou, hier zou die dus komen, de worsthemel. Een idee van Jeroen Arons samen met Michel Huisman. En we gaan even praten met Jeroen Arons zelf en met Jelle Ummels van Heerlen Mijn Stad over dit nieuwe idee. Hoe ben je tot het idee gekomen van de worsthemel, om hem zo maar even te noemen? Nou, ik ben ooit een keer benaderd geworden door de stad om meer muziek op straat te verzorgen. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal heel erg leuk, hè, bij ons, als het ware, voor de winkel. Ik zat toen boven op kantoor. Om mei was het een mooie zomerse dag. Ik kijk naar buiten. Ik zie daar een pand staan. Dus een worstensmulbar heet het nou toch tegenwoordig. Ik denk, daar kan wat meer mee. Een mooie ontmoetingsplek in de stad. Een mooie plekje. Ik denk, daar moet ik eens een keer iets mee gaan doen. Dus ik ben naar Wim Frijns, de eigenaar van het pand, ben ik geweest. En hij zegt, ja, ooit zijn er een keer tekeningen van geweest. En zegt hij, en volgens mij ergens zo'n Michel, zeg maar, die zal zoiets gemaakt hebben. Ik denk, ah, die ga ik bellen. En binnen een half uur was hij bij mij op kantoor. Hij kwam met, ik weet niet hoeveel tekeningen kwam hij aan. Ik denk, hey, dat is leuk, dit moeten we gaan doen. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Dus je bent eigenlijk op de Bonnefoy er naartoe gelopen? Ja, ik denk, het wordt wel weer eens tijd. Een leuke actie in de stad. Ik denk, er gebeuren al zoveel dingen, maar eigenlijk een mooie ontmoetingsplek, dat misten we nog een beetje. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen hebben jullie een beetje een plan gemaakt. En ik heb ook even meegekregen dat Heerlen Mijn Stad daar ook een rol in gaat spelen. Dan kijken we ook even naar jou. Wat is Heerlen Mijn Stad precies voor organisatie? Wat doen jullie eigenlijk allemaal? Heerlen Mijn Stad is de centrumorganisatie van Heerlen, waarbij we de opdracht hebben gekregen en die gaan we ook proactief uitvoeren om sfeer en beleving in deze binnenstad te laten landen. Om met elkaar te werken aan die aantrekkelijkheid van deze binnenstad. Dat doen we niet alleen, dat doen we met een heel daadkrachtig bestuur. En daarnaast werken we, en daar zouden we zeker niet zonder kunnen, met het fenomeen van werkgroepen. Waarbij we drie werkgroepen hebben, waarbij ongeveer toch wel pakken bij 40 tot 50 vrijwillige mensen. Die allemaal een hart hebben voor deze stad, die allemaal betrokken zijn bij Heerlen, om daaraan te werken. Aan die sfeer en beleving. Nou, we zijn ondertussen naar buiten gelopen en we zijn heel erg benieuwd hoe het er dadelijk uit komt te zien. Wat zie je voor je als je het plan bedenkt? Nou, als je nu al hier zo staat, hè, dan heb je eigenlijk precies op een kruispunt van de stad. Daar heb je een heel mooi theater, Theater Heerlen, hè, wat overal bekend is. Als je die kant op kijkt, dan zie je al het torentje van het Maankwartier.
Daar heb je dus een hele mooie inloop van de stad. Hè? En achter mij hebben we dan bijvoorbeeld Schunk. Dus je zat eigenlijk op een zo'n mooi kruispunt hier, waar heel veel mensen voorbij komen. Hoe leuk is het dan om al die mensen dus te verwelkomen met een mooie attractie? Klinkt echt te gek. Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd naar het uitzicht vanaf de plek. Zouden we er misschien even naar boven kunnen? Nou, gaan we doen. De ladder staat al klaar. Spannend. Daar staan we dan, op de worsthemel. Althans, gaat het ook wel echt de worsthemel heten? Natuurlijk gaat het worsthemel heten. En waarom eigenlijk? Het is zo'n naam. Dan krijg je zoveel vragen over, wat moet ik hier nou mee? Wat is dat nou voor iets? En ik zie het helemaal voor me als je ergens op een familiefeestje bent, ergens midden in het land. En dan komt zoiets ter sprake zo van, ja, ik heb een worsthemel ergens gezien, een hele, een wat, weet je wel? En dat moet je hebben. Een beetje die gekkigheid. En dat past zo mooi hier in de stad. Dat moeten we vasthouden. En komt hier dan ook allemaal gekkigheid? Wat zijn de mogelijkheden die hier dadelijk plaats gaan vinden? Ja. Denk aan stadsdichters die vanaf hier, zal maar zeggen, het publiek kunnen toedichten. Denk daarbij aan dansen, urban, dat we gaan hiphoppen hier. Maar denk hierbij misschien ook gewoon aan een kinderkoor, wat hier gaat lekker zitten repeteren in de buitenlucht. Hoe mooi is dat? Daarnaast kun je ook nog zitten denken dat we hier met het uitroepen van de prins werd zojuist genoemd. Ja, dan heb je de stad aan je voeten. Datzelfde met onze goedheiligman, de Sinterklaas. Hoe mooi is dat om vanaf hier de kleine kinderen, opa's en oma's en papa's en mama's toe te spreken. Dus ja, het is letterlijk een stukje hemel. En dat willen we echt gewoon concreet gaan maken, dat stukje hemel. Vanaf wanneer, dat hadden we zojuist hebben we dat ook al toegelicht, dat ook echt wel voor ons die stok achter de deur is om het voor Pinkpop in ieder geval concreet te hebben. En misschien daarvoor zelfs nog wel wat pilots gaan draaien met evenementen die voor die tijd hier plaatsvinden. Ik noem maar even iets in Bites and Wheels. Bijvoorbeeld hier op het, op het plein. Dus ja, hoe mooi kan het zijn om daar meteen ook echt handen en voeten aan te geven. Nou, dan kijk ik even rond. Heb je al een beetje een idee wat er allemaal komt te staan? Ja, dus we zijn samen met Michel Huisman volop bezig. We hebben wat technische tekeningen ook allemaal gemaakt. Dus hier komt een hele grote schoorsteen hier naar boven toe. Het lijkt een beetje op een tentzeil, komt er mooi bovenop. Dus je kunt ook een beetje, als het een beetje beschut als het ware zitten. En dan verder zo flexibel mogelijk maken dat we met zitzakken gaan werken, met aansluitpuntjes. Hier zou waarschijnlijk een klein tafeltje komen waar je dingetjes op kunt zetten. Het moet gewoon gezellig en knus zijn. Dat was me dan de allereerste aflevering van Hendegip in Heerlen. Hopelijk zien we je volgende maand weer. Jan en Simon, hartstikke bedankt voor jullie bijdrage. Tof, blij dat jullie er waren. En we gaan over naar de cultuuragenda van deze week, waarin u op 6 maart naar de Stand-out Talentenjacht kunt in de Nieuwe Nog voor de Urban Arts, voor de jongeren in de leeftijd van 11 tot 30 jaar. En op 8 maart kunt u naar een voorstelling van Bert Visser in het Parkstad Limburg Theaters. En op 9 maart, interesse, ga er vooral naar de workshop Voging in Schunk. Meer informatie vindt u op de website van RTV Parkstad. Nou, dit was het weer voor deze week. Dit was Culturij. En u weet het, kent u bijzondere mensen, heeft u hele leuke onderwerpen, mail het ons vooral op onderstaand mailadres. En de volgende week in Culturij, Dutch Mountain Film Festival. Vooral kijken.